Welkom bij Leo Middelzee met vandaag in het nieuws. Burgemeester Buma wil gemeenteraad beter informeren. Rollator race in Leeuwarden. Vereniging Nederlandse Gemeenten boos op Den Haag. En Buma Tour door wijken en dorpen. Burgemeester Buma wil met de gemeenteraad in gesprek over een betere informatievoorziening. Aanleiding is de informatievoorziening rond de aanwijzing van een deel van de Vlietzone als overlastgebied. Er is daar overlast ontstaan na de komst van de zorgverlener Strong ID. Allereerst vind ik het volstrekt logisch dat een gemeenteraad goed geïnformeerd wil worden. En dat wanneer die gemeenteraad het gevoel heeft dat het niet goed is, men daar het college op aanspreekt. En dan gaat het dus ook niet aan om voor mij als burgemeester te zeggen, ik zit hier 3 weken en bekijk het maar. Nee, dan hoor ik daar goed op in te gaan. Ik heb wel gemerkt in deze 3 weken dat het college heel goed beseft dat die zorg bij de gemeenteraad is. Krijgen we de informatie wel goed? Dus ik vind dat je dat iets breder moet zien dan in 1 zaak. Maar gewoon samen hebben we de verantwoordelijkheid om onderlinge communicatie goed te doen. Dus los van wat er in de Vlietzone gebeurt, moeten we ook praten over de informatievoorziening in wat meer brede zin. En ik wil nog even zeggen, ik snap het ook. Ook omdat het gaat natuurlijk nogal wat. Mensen in de Vlietzone zijn gebukt onder de overlast. En we willen een stad waar mensen veilig kunnen wonen. Niet vreemd dat de raad dan zegt, dat willen we weten. Deze raad en het college hebben ook een verantwoordelijkheid voor jongeren waar nergens opvang voor is. Nou, dat maakt een dilemma. Dus dit is best wel een zaak waar we goed naar moeten kijken. Otto van der Gaaien, lijst 058. De afgelopen jaar is best wel wat kritiek geweest ook op het college en op de informatievoorziening met name. Nou, vandaag ging het weer fout. Nieuwe burgemeester, nieuwe kansen. Heb je er vertrouwen in dat het nu wel goed gaat? Nou, ik heb in ieder geval wel het idee gekregen dat onze nieuwe burgemeester heel goed doorheeft dat deze raad heel goed geïnformeerd wil worden en dat de urgentie bij hem nu wel heel duidelijk is. Dus ik hoop en vertrouw erop dat dit toch een van de laatste keren is geweest dat wij dingen uit de pers hebben moeten vernemen. Ja, want het schijnt wel gecommuniceerd te zijn, maar dan op andere kanalen. Is dit nou zoiets waar u dan eigenlijk apart een e-mailtje of een berichtje over wil? Nou ja, als je over zulke serieuze zaken als overlast en met zoveel incidenten, dan is het eigenlijk geen incident meer, maar gewoon een structureel probleemwijk, dan horen ze ons op een andere manier te informeren. En ik heb het idee dat burgemeester Buma dat heel goed doorheeft dat dit niet weer op deze manier doet. En ik verwacht ook dat wij in het vervolg bij zulke soort gebeurtenissen op een andere manier geïnformeerd gaan worden. Dan even over het probleem zelf. Hè. Binnenkort wordt daar dus verder over gesproken. Maar het lijkt zo urgent, kan dat wel nog wel wachten? Nou ja, daarom heb ik ook de oproep gedaan om daar voor 1 oktober over te spreken. Nou, dat heb ik bij veel meer fracties geproefd. Dus ik hoop en verwacht ook dat wij er op korte termijn weer over spreken. Want het is echt een serieus probleem. Die jongeren die zitten daar, die zorgen voor overlast. Maar we kunnen de jongeren ook niet in de steek laten. Die moeten ook geholpen worden. En daar moeten we heel goed naar kijken. Want ook deze jongeren verdienen een kans. Wat zou dan een oplossing kunnen zijn? Dat weet ik op dit moment nog niet. Daar heb ik te weinig inzicht voor in de problematiek. We zullen heel goed moeten kijken. En misschien is op een andere plek in de stad zou het wel kunnen. Met minder overlast voor de buurt. Wat gaan jullie hier vandaag doen? Nou, wij gaan onder andere een rollatorrace houden, maar we hebben ook heel veel andere activiteiten. Zo gaan we bijvoorbeeld spelletjes doen. We hebben hier een spelletjesmiddag georganiseerd en met als doel een rollatorrace. Dat is de opdracht die wij hebben gekregen vanuit school. En wij doen dat met ouderen, met 60 plus. En dan, het is eigenlijk uiteindelijk is het doel om ouderen bij elkaar te brengen. Zoals we hier hebben georganiseerd. En we hopen er gewoon een leuke dag van te maken. We verwachten een stuk of 15, maar er zijn nu 35 ouderen, dus dat is heel mooi. Een beetje gezellig. Zoals u ziet, volgens mij wel. We gaan zo dadelijk van start met Ralf, die doet de open presentatie. Dan gaan we lekker van de start en een mooi weertje erbij, dus het wordt een leuke middag. En hoeveel studiepunten krijgen jullie voor? Dan krijg je voor 2 studiepunten. Twee in totaal, ja. En kunnen jullie de opdracht van school nog eventjes uitleggen aan mij? Heel, heel kort. De opdracht is een best grote opdracht. We moesten een rollator race organiseren, dus een spelletjesmiddag voor ouderen. En de doelgroep was 60 plus. Minimaal 25 man. Dat is ook gelukt. We moesten gewoon alles op beeld zetten. En we hebben er een verslag van gemaakt en uiteindelijk is dat de opdracht in grote lijnen, zeg maar. Wat doet u hier vandaag?
Nou, ik doe mee aan een rollatorrace, maar ik heb nu begrepen dat er veel meer spelletjes gedaan worden. En u had zelf ook al een rollator, zei u net? Ik heb mijn eigen rollator meegenomen, ja. Met versnellingen? dat was een grapje. Heeft u er een beetje zin in? Ik heb er heel veel zin in. Wat vindt u van de opkomst? Slecht, helaas. Ja, hele kleine opkomst. Ik had het liever anders gezien. Hoe heeft u gehoord van deze rollator? We zijn deur aan deur benaderd door de Hanse Hogeschool. Of wij dus mee wilden doen. Ja, goed, ik was direct enthousiast. Maar ik heb niet één mee kunnen krijgen bij ons appartement. Waarom hier? Nou, omdat wij met 450 studenten dit in Groningen moeten doen. En iedereen heeft iets met ouderen. Dus wij hebben bedacht, dan kun je best weg uit Groningen. En op naar Leeuwarden. Het weer zit jullie wel mee? Ja, het is echt prachtig weer vandaag en daar zijn we ook echt heel blij mee. En we gaan ook lekker activiteiten op het veld doen vandaag. Hoe hebben jullie deze mensen proberen te bereiken? Ja, we hebben heel veel folders uitgedeeld en natuurlijk het vorige item met jullie heeft ook geholpen. En dat soort manieren hebben wij mensen geprobeerd te lokken. Naar wat voor mensen zochten jullie? Ja, wij zochten echt specifiek naar mensen van 60 plus, want ons onderwerp gaat ook over het ouderenfonds. En daarom zochten wij ook naar mensen die al wat ouder zijn. En dan gaat ook een deel van de opbrengst naar het ouderenfonds? Ja, alles wat wij ophalen gaat direct door naar het ouderenfonds. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de miljoenennota. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is boos op Den Haag. Want ondanks dat er in Den Haag genoeg geld lijkt te zijn, moeten de gemeenten in Nederland bezuinigen omdat er in Den Haag te weinig wordt uitgegeven. Ja, dat is heel gek en ook tegenstrijdig. Op het moment dat er in Den Haag een begrotingsoverschot is, dus dat ze minder uitgeven dan ze daadwerkelijk ook hebben, dan krijgen gemeenten uit het gemeentefonds ook minder geld. Dus hoe meer geld Den Haag in de schatkist houdt, hoe zwaarder het wordt de komende jaren voor de gemeente. Dus als ik het goed begrijp, de gemeenten die moeten al die taken die ze erbij krijgen van het Rijk uitvoeren met steeds minder geld. Ja, het zijn dus twee dingen. We hebben enerzijds de afgelopen jaren en ook hier in Leeuwarden echt problemen gehad met sociaal domein. Oplopende kosten en minder geld daarvoor. Dus daar is al heel hard op bezuinigd. En aan de andere kant blijkt er nu nog minder geld te komen komend jaar naar de gemeente. En dat betekent dat er ook op andere beleidsterreinen bezuinigd zal moeten worden. Den Haag wat minder geld heeft uitgegeven dan ze vooraf hadden gezien. Dus zeg maar dan vorig jaar op Prinsjesdag is gepresenteerd. En we hebben met Den Haag de afspraak dat als Den Haag minder geld uitgeeft, dat gemeenten dan ook minder krijgen. Andersom, als Den Haag meer geld uitgeeft, betekent dat dat gemeenten meer krijgen. Nou, normaal gesproken werkt die afspraak eigenlijk prima, want we hebben als gemeente dan een reserve om dat soort minnen op te vangen. Maar omdat we nu al een jaar of vier met het sociaal domein zitten, dus met tekorten van de decentralisaties, taken die van Den Haag naar Leeuwarden zijn gekomen en andere gemeenten, kunnen we dat niet meer opvangen. Dat is eigenlijk het kern van het probleem. En dan zie je de koppen in de krant. Het zwembad moet dicht, de bibliotheek moet dicht. Wat zijn de gevolgen concreet voor Leeuwarden? Nou, op dit moment valt dat nog wel mee. Er stond inderdaad afgelopen maandag een artikel in de krant van een aantal wethouders van andere steden. Dat is vanuit de G40 gegaan. Dat zijn de grotere gemeenten van Nederland, waar Leeuwarden ook onderdeel van is. Daarom werd Leeuwarden daar ook in benoemd. En wat zij hebben gedaan is aangegeven waar gemeenten wel op kunnen bezuinigen. En dat zijn zaken die je niet wettelijk verplicht hoeft te doen. En dan heb je het inderdaad over zaken als sport en cultuur, maar ook het onderhoud van bijvoorbeeld parken of bermen. En er zijn op dit moment gemeenten die daar al in gaan snijden. Dat klopt, ook in Friesland. In Leeuwarden niet, maar dat betekent niet dat wij er ongeschonden uit gaan komen. Dat betekent dus ook dat hier in Leeuwarden het komend half jaar gesproken gaat worden over bezuinigingen. De vraag is nog even waar die bezuinigingen gaan landen. Ondertussen zijn er nog steeds gesprekken tussen de VNG en de G40, dus die grotere gemeenten en het kabinet. Dus ik hoop ook dat daar nog wat uitkomt. Als er niets verandert, moet er dus weer bezuinigd worden in Leeuwarden? Dat kan een consequentie zijn op het moment dat er het komend half jaar niet meer duidelijkheid komt uit Den Haag over de financiële middelen, dat klopt. Ja, waarom gaat u langs alle dorpen en wijken? Ik ben natuurlijk net nieuw als burgemeester en de gedachte is dat ik kennis kon maken in de gemeente, omdat ik zelf ook met eigen ogen zie waar iedereen woont en hoe het eruit ziet. En eigenlijk is dit de eerste van een heleboel dagen, zo tot het eind van het jaar, waarin ik de wijken van de stad en de dorpen van de gemeente langs ga. Al veel mensen ontmoet? Ja, heel veel. Ja.
U treft het wel met het weer. Nou, ik heb ook wel gezegd, dit is mooi weer, maar er gaan ook dagen komen. Ik weet niet, nog een keer in een sloep, maar dat we van de regen waarschijnlijk alleen maar binnen blijven. Maar dit is heerlijk. We hebben gevaren, we hebben gefietst, we hebben gelopen. U heeft bij de Zuidlanden volgens mij brieven in ontvangst genomen, klopt dat? Ja, dat was erg mooi. Daar begon het eigenlijk al mee. Lagere school, basisschoolkinderen hebben brieven geschreven aan de nieuwe burgemeester. Die zijn gebundeld en aan mij gegeven. Wat gaat u doen met alle probleemstellingen die vandaag bij u zijn ingelegd? Nou, van de kinderen zijn het volgens mij vooral heel erg leuke welkomstbrieven. Maar ik ga zeker kijken welke vragen er zijn. Nou, eigenlijk heb ik heel veel gehoord van dingen die al bezig zijn. En waar men vaak met de gemeente ook al over praat. Hoe de wijk eruit ziet, buurtcentra. In verschillende plekken waar misschien wel wat moet gebeuren. Dus eigenlijk ben ik nu informatie aan het vergaren. Om daar weer mee aan de slag te kunnen.